Oh man. Oké, ik vind deze kamer echt heel stom. Ik zou eigenlijk een veel leukere nieuwe kamer willen hebben. En ook meer ruimte. Emma is zo toch niet. Ik kan haar meubels best wel verplaatsen, toch? Ze heeft zoveel dingen. Haar kamer zit helemaal vol. Ik kan het beter weghalen. En heb ik meer ruimte voor mijn eigen kamer? Ja, dat is een goed idee. Jan, wat ben je daar aan het doen? Wat zeg je allemaal? Het is jouw zaak niet, Hanna. Laat me met rust. Ik wil gewoon een grotere kamer, oké? Dus dat is het gewoon. Ik zoek geen herrie of zo. Nou ja, laat me er buiten alsjeblieft, want je praat echt veel te hard en ik probeer met Pia te bellen. Hey Pia. Ja, oké. De volgende vraag. Even kijken, wat staat er precies? Ja, die wiskundevraag. Oké, wat gaan we daarmee doen? Oh man, nog steeds geluid. Ik vind het zo irritant. Zo, even alles wegzetten. Sorry Pia, het is gewoon heel druk. Volgens mij is Julian iets aan het doen of zo. En het is super druk. Ach, weer. Ik kan niet normaal bellen hier. Wat is nou godsnaam aan het doen? Zo, veel beter. Nu heb ik veel meer ruimte. Julian, wat doen al Emma's spullen in onze ouderskamer? Waarom heb je die allemaal hier gezet? Waarom kun je ze niet gewoon daar laten? Omdat ik een grotere ruimte wil, Hanna. Ik wil niet gewoon zo'n kleine ruimte, omdat ik het deel met Emma. Ja, maar Julian, ik bedoel, je kan dat toch niet zomaar doen? Ja, tuurlijk kan ik dat wel zomaar doen. Waarom zou ik het niet zomaar kunnen doen? Nou ja, ik weet niet hoor, Julian. Ik vind het best wel stom. Nou, in ieder geval, ik voel het oké om te doen. En ik wil gewoon nieuwe meubels en een nieuwe kamer. Ja, oké. Nou, is goed. Ik zal je wel helpen. Ik bel oom Stefan wel. Ja, laten we al deze spullen gewoon hier laten. Wil jij niet ook een grotere kamer? Zou ik ook inderdaad willen als ik jou was. Echt, ja. Ik zie het wel over het hoofd dan. Zo, laten we even kijken. Dit is veel beter. Oh ja, en dit is veel beter voor mij. Wat een grote kamer. Oh wauw, dit is veel beter, dit ruilen van kamers. Nu hebben we allebei grote kamers. Zo, en nu kan ik rustig werken. Oh wauw, ik kan niet geloven dat we alles hebben laten renoveren. Oh, dat is echt heel fijn. Nu kan ik ook gewoon rustig op de bank zitten. Alles is al gedaan. Oké, nu kan ik verder met mijn huiswerk. Dit en dat en dat. En daarna nog wat Duits leren en wat Frans leren. Oh man. Duits en dan nog veel meer. Wauw, Julian heeft mijn kamer wel heel erg veranderd. Wat hoor ik daar nou? Hanna daar? Hanna, wat ben jij nou aan het doen? Waarom zit je in mijn kamer? Het is toch mijn kamer? Ja, klopt, maar ik kom beter leren in jouw kamer dan in mijn kamer. Wat? Ik kom beter leren in jouw. In mijn kamer dan in jouw kamer? Dit is dezelfde kamer, ik snap het niet. Nou ja, ik weet niet. Deze kamer is gewoon veel ruimiger. Nou oké, dan moeten we een andere oplossing zoeken. Ja, inderdaad. Nou ja, in ieder geval laten we oom Stefan bellen. Misschien kan hij ons helpen. Hallo? Oh, ik ben niet oom Stefan. Nee, ik ben een andere makelaar. Makelaar, oké. Ja, u kunt ons helpen. Zo, wauw. Heel veel nieuwe producten. Dit is veel beter voor mijn kamer. Dit ziet er veel beter uit en het is ook veel leuker. Nu is mijn kamer een stuk levendiger. Van mij ook. Supermooi. Zo, dit is een stuk beter. Al deze meubels. Het was wel duur, maar ik ben er wel blij mee. Julian, wat ben jij nou aan het doen? Hanna, waarom zit jij nou hier? Ja, ik heb gewoon hier een hekje gezet voor mijn kamer. Want dan weet iedereen dat hij niet mijn kamer in moet. Oh ja, inderdaad. Dat klopt. Dat is ook echt heel. Ja, geen idee. Nou ja, laat ik maar gewoon alvast naar beneden gaan. Volgens mij is er iemand anders. Wie is dat? Laat ik even kijken. Het lijkt op mam, maar volgens mij is het mam niet. Hallo, wij zijn de familie Snes en we komen even kijken bij jullie hoe arm jullie huis is. Wat is er aan de hand? Ik snap niet wat er aan de hand is. Waarom zijn jullie hier ineens? Jullie komen nooit en jullie, het maakt jullie nooit uit. Nou ja,
Ik heb even een telefoon nodig. Ik moet even iemand bellen. Nou, ik ga even bij Julian kijken en kijk hoe saai zijn kamer uitziet. Nou, laten we even kijken. Julian, huh? Waarom zit jij hier nou, Hanna? Is dit niet Julians kamer? Waarom zit je nou hier? Ik snap dit niet. Ja, nou ja, Julian en ik hebben van kamer gewisseld, dus ik heb nu zijn kamer. Huh? En hij heeft nu jouw kamer en wat? Hoe ziet jouw kamer dan uit? Nou ja, het ziet er oké okay uit. Niet super goed, maar oké. Okay. Nee, dat, willen jullie wat melk? Waar zijn jullie nou? Ik ben hier, moeder. Ze hebben echt veel duurder spullen dan wij ooit zullen hebben. Ik kan het niet geloven. Wat, familie Vogel? Duurder spullen dan wij? Dat kan echt niet. Oh man, ik heb het klopje laten vallen. Dat is niet de bedoeling. Laat eens even kijken. Dat kan toch niet? Oh wauw, kijk mam. Mam, het is echt zo. Oh wauw. Huh? Waarom zit je nou aan mijn skateboards en al mijn dingen? Was je wakker? Ik had geen idee dat je wakker was. Ja, natuurlijk was ik wakker. Ik ben nog steeds wakker. Ik slaap niet of zo. Ja, nou ja, ik dacht dat het misschien wel te laat was. En dat je misschien al was geslapen. Huh, wat is er allemaal aan de hand? Ik hoor zoveel geluid. Is het allemaal thuis? Oh, nou ja, ik moet nog de rekening naartoe brengen vanwege de meubels die ik heb bezorgd hier. En ja, dit is wat hij nog moet betalen. Laten we even kijken. Huh? 30.000 euro aan meubelen? Ik kan het niet geloven. Dit is een misverstand. Ik zal even kijken wat er aan de hand is. Ik kan niet geloven dat Hanna zo'n coole kamer heeft. Veel mooier dan mijn eigen Tessa. Ik kan het niet geloven. Nou ja, soms hè, dan wil je gewoon je geld uitgeven. Mag ik daar ook in, Hanna? Oh wauw, dit zit echt super lekker. Ik kan het niet geloven. En deze tafel heb ik altijd al gewild. Ik kan niet geloven dat jij hem nu gewoon hebt. Oh, wat is er nou aan de hand? Ja, pap. Ik en Tipas wisselden van kamers, dus nu is dit gebeurd. Huh? Zo raar. Nee, ik zou het nooit kunnen doen. Wat is het leven? Gewoon, ja, het is zo raar. Nou ja, laten we even kijken. Hanna, je kan het niet meer doen. 30.000 euro aan meubelen, dat kan je echt niet maken. Dat is echt veel te veel. Ja, het spijt me echt heel erg, pap. Dat is niet de bedoeling. Maar, ja. Echt heel stom. Nou ja, in ieder geval vind ik deze stoel echt heel leuk. Nou ja, ik vind deze tafel ook echt heel leuk. Volgens mij hebben we er wel meer van. Oh, wauw, ze hebben er meer van. Nou, dat is veel beter. Nou, in ieder geval, meneer Martin, uw huis ziet er super mooi uit. En ik vind het echt een super cool huis. Nou, hartstikke bedankt. Ik zelf vind het soms wel heel vervelend. Maar als jullie dat zeggen, dan maak ik me heel blij. Zo, nou, even kijken. Wat kan ik nu doen dan? Meer Roblox of zo? Ik ga niet iets kopen. Ja, sorry hoor, Hanna. Het spijt me echt heel erg. Ik wil gewoon een leuke kamer met leuke dingen en alles. Ja, nou ja, laat mij er volgende keer buiten, want ik wil geen probleem. Ik wil niet weer een oorontsteking.